Uit Polen, dus jullie moeten wederom weer de groeten hebben uit Polen vandaan. Ja, van onze enige echte Chrissy. Drie zijde planten aan het wassen geweest, het spoelen geweest en aan het doen geweest. Dat was in de keuken één zwembad. Een hele goede middag, lieve vrienden, en welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina op de en de Beestenboel. Het is vandaag vrijdag de 21ste van de 10e 2022 en we leven alweer om 5 minuten over 3. Ik ben net beneden, maar ik ben al wel een hele tijd wakker en ik heb ook boven weer heel wat gedaan en ik heb telefoon gehad. Uit Polen, dus jullie moeten wederom weer de groeten hebben uit Polen vandaan. Ja, van onze enige echte Chrissy. Dus ja, daar ben ik ook weer helemaal blij mee dat ik die weer even gehoord heb. Ik weet dat Mary aan het kwakkelen is met de gezondheid. Nou, ze is niet de enige, want hier zit er nog één. Ja. Dan de ene dag gaat het goed en de andere dag gaat het slecht. En dan gaat het weer een paar dagen slecht en dan gaat het weer een dag goed. En ook is Claudia niet geweest, die zal dan morgen op een vrije dag komen. Nou, het is maar afwachten hoe en wat. Ik weet het ook allemaal niet. Ze is nou nog maar één keer geweest, dat was eergisteren, ja. En ik merk dat mijn bril niet goed schoon is. Bah, nou, doen we het zo wel even. Dus ja, allemaal weer toestanden wat dat er gaat. Ja, waar je niet vrolijk van wordt. Nee, maar ja, wat kan ik er aan doen? Twee keer niks. Nee. En dan ligt er eentje achter me zielig te doen. Er is er eentje buiten. En er zit er eentje in de hal te eten. Ja. En die grote die zielig gaat doen. Onze Elwing. Hè? Onze Elwing, hè? Is zielig gaan doen. Of nee dan? Elwing. Nou, dan niet. Nee. Alle oren gespitst. Ogen gespitst. Overal hoort geluiden. Ja, nou ja, dat was vannacht ook zo het geval. Ja, dan kun je ook nog in de bres springen om de politie te bellen. Maar ik heb verder helemaal niks gehoord. Maar ja, het is wel problematisch dat dit soort dingen allemaal gebeuren. En dat is niet fijn. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie middag. Ik ga het ook doen, ik ga met de meiden weer even lopen. En ik ga daar eens opruimen, want het is een dikke bende. Ik wil mijn rugtas moet nog nodig opruimen. Ik wil eigenlijk ook weer eens met het naaiwerk aan de gang. Nou, ik moet eerst het zeil van Mary even maken, zodat dat ook weer terug kan. En ja, als dat af is, dan kan ik tenminste mijn rok maken. Maar ja, ook de vloer, ik wil het niet schoon hebben. Maar ik kan ook maar één ding tegelijk. En ik moet ook om mijn eigen denken. En ja, een ander doet het niet. Dus ja, moet ik het toch zelf doen. Ja, toch? En ik kan er ook niks aan doen, dat ik momenteel er niet op uitkom. Want ja, ik weet het gewoon niet. Ik weet niet waar ik heen moet om eigenlijk leuke filmpjes te schieten. Er is hier niks momenteel. Nee. Straks met Halloween weer. Dus ik ga mijn booster ook klaarmaken. En dat ding aandraaien. Dus ja, dan hoop ik dat het goed komt. Ik neem jullie sowieso dan mee. Dus ja, dat komt er ook aan. Dat is niet dit weekend, maar het andere weekend. Ja, de 28ste meende ik dat we dan die markt hadden. Ik ga het even voor jullie opzoeken. Ik geloof de 28ste, maar ik weet niet zeker. Ja, daarop klikken. 28 oktober. En wanneer is het 28 oktober? Gaan we kijken. Dat is op een vrijdag. Oké, dus donderdag hebben we gewoon normaal koopavond. En op vrijdag Halloween hebben we ook alles open. Nou ja, leuk, gezellig, ja. En dan zaterdag alles open. Zondag laatste zondag van de maand alles open. Nou, gaat goed.
Leuk, gezellig. Nou, dan weten we dat ook weer. Ja. Dus, nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, dat ligt wel in het verschiet. En voor de rest weet ik het niet. Nee. Maar het komt wel goed. Ja hoor, komt vanzelf wel goed. Ook weet ik dat er iets ergens is gebeurd. Er is een taxichauffeur overleden. Hoe, wat, weten we niet. Maar het is diezelfde chauffeur die, was dat vorig jaar alweer? Of was dat afgelopen? Nee, vorig jaar geloof ik alweer, hè. Dat die de jochie heeft aangereden dodelijk. Ja, dat kind is toen overleden ter plaatse. En daar ben ik nog mee geweest op die stille tocht, et cetera. Daar zijn hek jullie meegenomen. Nou, diezelfde taxichauffeur is nou ook overleden. Hoe, weten we niet. Nee. Maar oké, het kan wel ziekte geweest zijn, maar je kan ook zeggen dat hij een einde hebt gemaakt. We weten het niet. Nee, we weten het geen van allen. Dat is gissen. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen geniet ze en tot later. Ja, lieve vrienden, ik ben druk aan het werk. Ik heb 3 zijde planten aan het wassen geweest, het spoelen geweest en aan het doen geweest. Dat was in de keuken 1 zwembad. Ze hangen nou buiten te drogen. Ik draai jullie eventjes om, maar er is er ook eentje hier heel vervelend aan doen. Dat is niemand anders dan Rijka. Jo. Allebei naar buiten. Nou, die. Nou, dan hangen ze dan op een rijtje. Ja, dat heb ik helemaal schoongemaakt. Dus daar ben ik wel weer blij mee. En nou heb ik die potten ook mooi gemaakt, schoongemaakt. En daar heb ik een plantje in gedaan. En die daar ginds ook in, dat plantje, de verzuipt erin. Maar die wordt vanzelf wel groter. Mag ik hopen. Ja. Dus dat komt wel goed. Hé, dames, komen jullie? Boefies. Maar ja, in ieder geval. Het zijn een stelletje boefjes. Ja, echt waar. Echt waar, zeg ik. Ja. Nou, komen jullie binnen, dan kan ik die deur weer dicht doen. Toch? Ja, ben ik nog filmen. Ja, een deurtje dicht. Zo. En nou is het in de keuken natuurlijk ook nog een puinhoop. Moet nog opruimen. En ja, ik was die tafel, die is nou een stuk ruimer, want die pot is dan weg. Nou ja, dan moet ik dit nog allemaal opruimen. Dat is breekbaar, dat moet ik nog even laten leggen, want het is kerstspullen. Die moet ik nog maken, want kijk, die wiebelt. Deze wiebelt. Daar moet even scrollen tussen. Dus ja, zo zijn we bezig. En dan moet ik dit nog opruimen en hier leggen. Nog wat van de planten af is gevallen. Nou ja, dat maakt niet uit, dat kende weer op. Maar ik ga er iets heel anders mee doen met die planten. Ja. Dus dat komt wel goed. Ja. Ik heb nog een gipspoot op tafel leggen. Vandaar. Ja, echt waar. Heen het of krijg je het? Spoort niet. Echt niet. Maar oké, lieve vrienden. Ja, ik ga een bak koffie maken. Even pauze houden en dan ga ik verder. Ja, want dit schiet ook niet op. Hè? Geen hulp. Nee.
ben echt kapot. Nee, ja, ik heb al die tijd moeten staan, hè. Je kan wel op je stoel erbij, maar dan word je zelf ook drijfdoornat. Nou, dat kan niet. Ik zat met emmers met water, dus had ik. En ja, dan moet je het ding spoelen. De laatste plant die ik op de eettafel had staan. Om dat gips heen zat ook allemaal zand vast, dus dat wist ik niet. Dus ja, alles ook nog onder het zand en dat met water. Nou, ik heb ik dat. Ja, dus. Maar oké, het is weer goed gekomen. Het hangt naar buiten te drogen. En als het droog is, dan haal ik het binnen. Dan gaat het even in een plastic zak. En dan ruim ik het eventjes op, desnoods in de kast. En eerst gaat het naaispul voor en daarna zien we wel verder. Ja. Ik heb genoeg te doen, zeg maar. Ja, en dan moet ik ook nog vlogs in elkaar zetten. Ook dat nog. Maar ik ga eerst nou aan de koffie. Ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vriend, ik moet even een rechtscertificatie gaan doen. Want op internet staat dus vrijdag. Moet ik weer even kijken. Vrijdag de 28e, maar dat is niet waar. Ik weet het allemaal niet meer. Nee, want ik heb hier de krant, de nieuwe dieper. En daar staat in. Donderdag 26 oktober. Donderdag 26 oktober. Dat is op woensdag. Nou weet ik het dus niet meer. Want woensdag is het 26 oktober staat daar. Hier donderdag 26 oktober. We gaan via mijn horloge. Het is nu vrijdag 21 oktober. Zaterdag 22 oktober. Zondag 23 oktober. Maandag 24 oktober. Dinsdag 25 oktober. Woensdag 26 oktober. Donderdag 27 oktober. Wanneer is het nou? Ja. Goeie vraag. Ze zijn helemaal kierewitisch. Daar komen we nog wel achter. Ja, want dit klopt hier geen reet. Want ik heb het nou de 21ste. 21 oktober. Ja? Nou, dat is dus nu vrijdag. En dan over een week is het 28ste en een dag ervoor is het de 27ste. Dus ja, ze is wel lekker in die krant bezig. Maar niet heus. Dus dat klopt al niet eens, die datum. Ik ga de krant straks bellen. Ja, tenminste als ik er een telefoonnummer van kan vinden. Ja. Dat is een foutje van de redactie of zo. Ik weet niet. Ik weet niet eens niet hoe je ze kan bereiken, maar er komt misschien wel achter, misschien aan de achterkant. Nee. Heel raar hoor. Ja, heel raar. Nou, ik ga dat eventjes op mijn gemakje opzoeken en dan horen jullie het wel. En zoals jullie zien, ik heb de rechtscertificatie van hunzelf alweer gevonden. Ja, daar boven mijn vinger staat het te lezen. Dat desnoods zetten jullie de film maar op pauze en dan kunnen jullie het gedeelte lezen. Gezellig! Yeah! Change and love can go, but tell me why are you so cold? What did I wrong? Why?
Thank you.